Ik cappuccino. Leuk dat je kijkt naar deze bak. Een hele goede morgen. Mijn naam is Sylvester Stam en we staan nu op de bus te wachten naar even lekker naar de Lidl. We hebben de kast verplaatst. Nou, dat zal ik jullie wel laten zien hoe dat nu staat. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En we gaan nu lekker naar Zaandam toe. En dan gaan we even boodschappen doen. Dus als we terugkomen, dan ga ik jullie dat laten zien. Wat wij allemaal gehaald hebben. En we gaan even de knuffels halen. Die ik van de week via Facebook heb opgehaald. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie zometeen. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze video. Nou, we zijn weer in Krommenie. We zijn lekker bij de Lidl geweest. En ja, we zijn bijna thuis. En dan ga ik jullie, ik heb hier nog een zak knuffels. En dan ga ik jullie zometeen alles laten zien. Ja, het is misschien wel al anders binnenkomen, want een meubel verplaatst. Dus ik zou zeggen, ik zou zeker blijven kijken. Nou, ik zal zometeen jullie alles laten zien. We hebben flink wat gehaald. Dingen wat in de aanbieding is. 5 pakken melk voor €3,80 bij de Lidl. Oh, heb ik weer flink wat in voorraad. Nou, ik zou zeggen, tot zometeen. Hey, nou, we zijn weer lekker thuis. Zometeen een heerlijke bak koffie met een heerlijke tompoes. Van broodje. En een broodje. Dat voor vanavond. Of dit voor vanavond. Oké, okay. Ja, ook goed. 5 pakken melk voor €3,80 bij de Lidl. We hebben 2 pakken slagroom. Die gaan we zo meteen ook even maken. We hebben een pak kannenmelk. We hebben aardbeien yoki drink. Nou, mijn moeder vindt het niet lekker, maar ik er wel. De vanillevla is echt super lekker. Het is gewoon net alsof je hem uit de dekenmarkt hebt gehaald ofzo. Ik heb zelf 2 zakken kadetten gehaald voor in de vriezer. Smeerlevenworst heb mijn moeder gehaald volgens mij. Ja. De spek voor van de week op de pannenkoek. We hebben 2 zakken schuimpjes. De tum-tum. Nog een zouten samoyak mix. Grote zak apenkoppen. Niet ermee gooien. Mijn moeder had van de week ook apenkoppen. Nou, we gingen ze ermee gooien. Maar goed. Lolletje tussendoor moet altijd kunnen. Nou, mijn moeder heeft kaas gehaald. De kipfilet, een schouderham. Ik heb voor in de airfryer, maar volgens mij kan het ook in de oven. De vegetarische lumpia, pijntjes, de ja, koekjes, de chocola. Deze vind ik erg lekker. Koffienoot. Fijne cake mix. Gaan we uitproberen of het wat is. Ja. Mijn moeder gaat het trouwens even uitproberen deze. Dus, ja, bij mij gaat thuis. Hè? Bij jij eigen thuis, oké. Okay. Ja, de kaasflips. Wat ik er gehaald heb, ja, kon het niet laten. De zoenen. Normaal moet je... Ja. Choco softies. Ja. Normaal heette het 9 zoenen, maar dat mag je niet meer zeggen.
volgens mij. Je hebt ook blanke vla. Ja, blanke vla, maar goed. Jodenkoeken. Ah, ja, jodenkoeken mag allemaal niet. De limonade bij de Lidl. Nou, mijn moeder heeft weer 6 blikjes Freeway cola. Is goed te drinken hoor. Ja. En 4 halfjes bruin. Dat vind ik erg lekker brood. Erg lekker brood. Ja. Die oerbrood. Ja, maar dat was volgens mij toen bij de C1000. C1000, oh. Dat oma brood, altijd. Dat brood was lekker. Echt heel lekker. Zo. En laat ze altijd roomboter. Maar goed, dat waren weer de boodschappen bij de Lidl. Ik heb op mijn werk heb ik nog een zak met leuke knuffels gehaald. Want die was ik vergeten mee te nemen. Via Marktplaats, hè? Ja, via Weggeefhoek. Ja, Facebook, via Weggeefhoek of zo. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. En ik moet even zeggen, ik kwam laatst op mijn YouTube kanaal tegen dat er 28% of 25% van mijn kijkers niet zijn geabonneerd. Abonneren op mijn YouTube kanaal. Het is volledig gratis. Je hoeft geen geld ervoor voor te betalen of wat dan ook. Dus abonneer even op mijn YouTube kanaal. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Nee, dit is hoe het zo staat. Dus, dat is de kast die verplaatst is. Nou, wat vinden jullie ervan? Laat even een reactie achter op deze video. Wat jullie ervan vinden. In plaats van deze kast. Nou. Doei doei.